Ik denk dat we de eerste helft niet slecht waren. We hebben vrij veel kansen gecreëerd en we zijn ook vrij snel op voorsprong gekomen. Ik vind Soro ook een hele goede speler. Hij kan heel belangrijk zijn voor onze ploeg. Hij is ook heel belangrijk. Dus zoals je zegt, hij is snel, hij heeft een goede actie, hij scoort makkelijk, hij springt hoog. Dus ik vond hem vandaag ook, hij was betrokken in vele acties, bij de acties, bij de goals ook. Het is natuurlijk een hele goede speler. Hè. En ik denk, als hij kan blijven scoren nu en dan, zal zijn vertrouwen ook wel omhoog gaan. Ja, het is zo leuk voor eigen publiek hier spelen, dat is voor mij de eerste keer. En het is altijd leuk als je wedstrijden kan spelen. Ik probeer zoveel mogelijk te spelen als de coach mij nodig heeft. Ja, het was een vrij trap langs de rechterkant, die heel scherp voor doel komt. De spits die liep in, maar hij raakte hem niet aan. Dus ik was een beetje verrast dat niemand hem aanraakte en ging dan de tweede paal binnen. Misschien moet ik daar meer op anticiperen, maar het was nu wel moeilijk. Want stel dat iemand die aanraakte, ben ik ook eens hier natuurlijk. Dus heel belangrijk is en leuk is voor ons om toch verder te gaan in de beker van België en verder te doen in de competitie en ook Europees verder te spelen. Ja, wij proberen alle drie op alle drie de fronten zover mogelijk te raken. En we zullen daar alles aan doen om ook in de beker zover te raken. Het is niet minder waardig dan de competitie of Europees voor mij. Dus, en ook voor de club niet, denk ik.